Welkom, dit is het COVID-19-journaal. Met 70 nieuwe besmettingen stond de COVID-19-teller vandaag op 808 actieve cases. Dinsdag heeft ook het aantal actieve personen als gevolg van COVID-19 een flinke sprong gemaakt. De bijstelling met nog 9 overleden COVID-19-patiënten kwam nadat de informatie van de spoedeisende hulp en de medische zending was ingevoerd op het COVID-19-dashboard. 8 van deze patiënten overleden de voorbije weken op de spoedeisende hulp, terwijl vanuit de medische zending, die vooral actief is in het verre binnenland, 1 overledene is gemeld. Epidemioloog Regis Ori, die vanaf deze week leiding geeft aan het BOG, deelt wat belangrijke informatie met ons. Vanaf vorige week zijn jullie gestart met het swabben hier bij BOG. Hoe gaat het tot nu toe? Dus vorige week hebben we gezien, de eerste dag was het, waren het 20 swabs, de tweede dag 100 en de derde dag 140. Wat we hebben gemerkt van die resultaten, dat ietsje meer dan 30% was positief. Dus we hebben toen het besluit genomen dat we deze week maandag, woensdag en vrijdag gaan swabben. Gisteren was maandag was druk, maar vandaag is de drukste dag tot nu toe. U ziet zelf, is een grote toeloop. Kijk, als ik ook kijk onder die boom van mensen daar zijn om wachten op hun beurt. Er is een grote behoefte. Wat is het belang hiervan? Het belang hiervan, wat je wil doen, je wil bij COVID wil je mensen zo snel als mogelijk toch, testen en isoleren. Hoe langer zo'n persoon buiten blijft, kan die nog andere cases maken. We moeten ze isoleren en dit is een moment waarbij we dan de mensen sneller kunnen testen, eerder kunnen testen en ze hun resultaat hebben en hun status kennen. Is het een sneltest? Nee, wij doen geen sneltest. Sneltesten zijn PCR-testen. Allemaal zijn PCR-testen. Die sneltesten, geen van die sneltesten zijn nog gevalideerd door de WHO, maar de sneltesten hebben we ook anders, zijn serologische testen. Die kan je niet vanaf het begin doen. Die is pas na een aantal dagen, dan na 10 dagen of zo, dan pas heb je antilichamen, dan kunnen ze dan een positief resultaat geven. Wil dat zeggen dat iedereen die hier komt geswabt wordt? Nee, u heeft bij de poort een van die artsen gezien. Die selecteert daar. De personen die geen klachten hebben, die kunnen niet naar binnen komen. Die gaan daar rechtdoor rijden. En dan degenen die binnenkomen krijgen alvast een formulier om hun persoonsgegevens in te vullen. Zodat het sneller gaat hier bij het invoeren. Ja. Wat wordt er gedaan? Iemand is binnengekomen die mag naar binnen komen. Wat is de procedure? Dus de persoon krijgt dan een briefje. Zo'n briefje. Als je wil, straks kan je een foto maken van het briefje. Waarbij persoonsgegevens en telefoonnummer en andere dingen worden ingevuld. En dat wordt dan ingevoerd. Er worden hier ook extra vragen gesteld. Als ze klaar zijn, dan gaan ze naar de andere post waar wordt geswapt. Dan worden ze daar geswapt. Wordt materiaal afgenomen van de neus en de keel. Ja. Hoe gaat dat? Want ik zie mensen soms schreeuwen. Mensen soms wat bang zijn. Hoe gebeurt dat? Ik heb het zelf nooit eerder laten doen. Maar ik kan u zeggen dat van de neus is een beetje onaangenaam. Je gaat wel degelijk diep in je neus. Ze zeggen soms bijna dat in je hersenen kan het gaan. En het is onaangenaam, ik kan u dat zeggen. Maar moet dat mensen bang maken? Nee, je moet niet bang maken. Je moet getest worden. Als je bloed moet afgeven, moet je dat goed geprikt worden. Dat doet ook pijn, toch een beetje? Ja. Het is om een beter resultaat te hebben. Het geeft een garantie, als je beide doet, neus en keel, dat je zeker viraal materiaal hebt. Ja. Van het aantal mensen dat jullie geswapt hebben, wat is het resultaat? Dat van vorige week was ongeveer 30, meer dan 30% was positief. En hoe kijkt u naar dat percentage? Het percentage is hoog. Dat wil zeggen, er zijn cases van mensen. Er zijn mensen die dan positief testen. En dat we eigenlijk dit moeten voortzetten om dit aan te geven. We hebben aan de Baisitu-straat, waar malaria tropkliniek is, ook precies zo'n situatie. Drive-thru swabben. Waringa ziekenhuis ook begonnen daarmee. En hoogstwaarschijnlijk in de loop van de week of begin volgende week gaan de 5 klinieken van de RGD ook meedoen eraan. Ja. Maar dokter Ori, dan komt de vraag, hè. Kunnen we COVID tegengaan? Je kan COVID kunnen we niet tegengaan. Want wat we kunnen doen, we kunnen de transmissie beperken of verminderen. Of misschien zelfs stoppen. Het ligt aan ons. Het is person to person. Ja. Zolang ieder zijn of haar deel doet, toch, dan moet het wel kunnen. Want je moet jezelf wel beschermen en je moet door anderen moet ook zichzelf wel beschermen. Als iedereen zijn of haar deel doet, dan moet het wel lukken. Stefan Vrede is als infectioloog verbonden aan het Outbreak Management Team. Een verdere verspreiding van het virus is niet gewenst. Maar als mensen lak blijven hebben aan de regels, wordt met meer zieken de druk op ons zorgstelsel alleen maar groter. Crowding is obsolete. Dus dat wil zeggen, we moeten geen feesten geven. Dat moeten we echt niet doen.
Als mensen je uitnodigen, ga er niet naartoe. Als je weet dat er een feest in je straat is waar er tientallen, honderden mensen zijn, bel de politie om te zeggen van dit kan niet. Want een feest geven betekent een uitbraak in die familie, maar het heeft consequenties voor het hele land, toch? Want of de ziekenhuizen raken overbevolkt, of jij hebt in je buurt een heleboel geïnfecteerde mensen. Dus we hebben allemaal een rol in het voorkomen van outbreaks. Dus we moeten ons niet als verraders opstellen of voelen, maar we moeten gewoon, als er een feest is in de straat waarbij je denkt van deze mensen houden zich er niet aan, bel gewoon de politie. En die komt dan dat feest stoppen. Laten wij ook zelf geen feesten geven. Laten we niet met tientallen mensen gaan chillen. En laten we ons gezond verstand gebruiken. Want helaas, trafas no de. We moeten gewoon even iets doen om te voorkomen dat we massale toestanden krijgen als in zoveel andere landen. Het moet geen Brazilië worden, het moet geen Frans-Guyana worden, het moet geen Amerika worden. Dat is wat ik hierover nog zou willen zeggen. Een lockdown, zoals we die de voorbije maanden hebben beleefd, beperkt de bewegingsvrijheid. Maar het is geen straf. Het vertraagt de verspreiding van het virus en is juist nodig om voor, in ons geval, pakweg 1/3 van de dag, alle contact te vermijden. Dus feesten kan echt niet. De afgelopen 2 weken is er behoorlijk gefeest. En kijk hier het resultaat. Zoveel besmettingen. Wanica is vol. KKF is vol. Waar moeten we nog meer vullen? We hebben zelf nog een veldhospitaal in Wanica. En plaatsen in andere hospitalen gereserveerd. Dus we moeten echt de rem erop zetten. Feesten kan niet. Samenscholen van meer dan 5 personen niet meer. Grote begrafenissen met singinetti kan ook niet meer. Dus vooralsnog zijn de casino's nog gesloten en de jurybeds. Maar we hebben al richtlijnen voor ze gemaakt hoe ze, als het zover is, veilig open kunnen. Crisismanager Marthelise Eersel, die nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is om ons te houden aan de COVID-19-maatregelen. Ander nieuws vandaag over COVID-19 brengt ons naar Rusland. Want daar heeft het ministerie van Volksgezondheid een vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd. President Vladimir Poetin zegt dat het middel werkt, het is veilig en dat een van zijn dochters al is gevaccineerd zonder bijwerkingen. Volgens Poetin heeft het vaccin alle belangrijke tests doorstaan en komt het binnenkort op de markt. As far as I know, this morning, for the first time in the world, a vaccine against the novel coronavirus infection was registered. I know this very well because one of my daughters has been vaccinated with such a vaccine. One might say she took part in the experiment. After the first injection, she had a temperature of 38 degrees. The next day, a little over 37 degrees. And that's it. Maar wetenschappers zijn kritisch. Zij zeggen dat het maanden duurt voordat de vaccin als veilig kan worden aangemerkt. Het moet getest zijn op vele duizenden. De Russen hebben hun onderzoeksgegevens niet met wetenschappers in andere landen gedeeld. En daardoor kan dus nog niet worden beoordeeld hoe betrouwbaar de informatie is. COVID-19 is er en gaat niet meer weg. Tenminste, niet zolang er nog geen vaccin is dat echt helpt. Zoals ik gisteren al zei, Suriname is niet gespaard gebleven. Helaas. Vele vitale bedrijven en organisaties hebben te maken met COVID-19 besmettingen op de werkvloer. We zijn met z'n allen gewaarschuwd. Wij kunnen ervoor zorgen dat de situatie beheersbaar wordt door gehoorzaam te zijn aan de maatregelen. Houd fysieke afstand van minimaal 1,5 meter. Was regelmatig je handen met stromend water en zeep of gebruik een handdesinfecterend middel. Doe je mond- en neuskap altijd op in het openbaar. Heeft u klachten, twijfels of vragen over uw gesteldheid? Bel gerust naar de hulplijn 178 of raadpleeg uw huisarts.
Wees gehoorzaam en let goed op uzelf.